Op het EK paradressuur in Herning rijdt Nicole den Dulk in grade 1B. Naast handbiken en rolstoeltennis heeft ze pas anderhalf jaar geleden dressuur opgepakt. Wat zegt dat over jou? Ja, dat vind ik wel moeilijk om over mezelf te zeggen. Dat ik wel hard voor de sport heb en ook hard voor mezelf ben. We trainen iedere dag. En we waren echt super blij dat we dit gehaald hebben dit jaar. Het was ook ons doel. Het ging het hele jaar al erg goed. De laatste paar maanden extra getraind en het gaat gewoon super. Ook fysiek bij mezelf en bij het paard gaat heel erg goed. Dus super blij. En denk aan die hoeken, denk aan die hoek. Goed zo, meid. Met haar trainer Chris Hazen heeft Nicole zich in een razendsnel tempo ontwikkeld. Ze doet er alles voor en ze zet alles opzij om de paardensport of om haar paard te kunnen laten lopen zoals ze dat graag wil. De poets hem zelf, laat hem zelf uit de stal. Soms sta ik te kijken van hoe kan ze het. Maar ja, geweldig. Hoe trots ben je op haar? Nou, heel trots. Ja, ik denk wel. En het leuke is van ons werk dat we het niet voor niks doen. Dat we hier ook een goede proef neer hebben gezet. Of we kunnen zeggen, oké, kijk even terug naar je proef en zeggen, ja, goed. Oh ja, zo eraan blijven. Zo is goed. Denk aan die stelling. Juist, mooi zo. Het Europees kampioenschap kan nu van het lijstje gestreept worden. Het volgende doel is... Ja, volgend jaar is het WK, maar ons hoofddoel is wel Rio. Dus we hebben wel een traject uitgezet naar Rio en daar hopen we heen te mogen. Dus even afwachten. Het ligt niet aan je ambitie in elk geval? Nee, dat denk ik niet. Het ligt ook niet aan ons harde werken. Maar ja, er zijn meer gegadigden en dat is ook wel leuk dat Nederland groeiende is in de parasport. Dus het gaat de goede kant op, ja.